de filosoof van Addis in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, heb ik een geweldig interessant en lang gesprek gehad op de universiteit in het bureau van het hoofd van het departement filosofie. En dat leende zich tot een geweldig hoofdstuk in het boek. Maar dat was de man, want daar ben je natuurlijk ook aan gebonden, was een te saaie en te wijdlopige en te niet gebalde verteller. Dat was onuitzendbaar. Maar dat is het voordeel, dat is ook het verschil tussen een geschreven interview en een gefilmd interview. In een geschreven interview moet niemand naar woorden zoeken, is iedereen een vlotte verteller. Wat niet altijd het geval is als je iemand filmt, zoals we nu aan het ontdekken zijn. Maar de filosoof van Addis staat in het boek en zo zijn er nog wel meer figuren en situaties onderweg.